Welkom. Ik ben Roger Braspenning, fabrieksvertegenwoordiger van Imans Landbouwmachinefabriek. En wij staan hier vandaag op de Klei Demo Tour. Vandaag laten wij u twee spitmachines zien, waarvan eentje de krukasspitmachine is en de andere de roterende spitmachine. Van beide machines ga ik u uitleg geven over de werking. De krukasspitmachine is opgebouwd uit een krukas met eromheen een frame met een driepuntsheffenrichting en sloffen aan de voorzijde. De krukasspitmachine werkt als volgt. De spade gaat recht in de grond en breekt de brok naar achteren toe los. De volgende spade in dezelfde lijn gaat weer 25 centimeter verderop in de grond en breekt weer de brok los naar achteren toe. Zo krijg je dus over de volledige werkbreedte brokken grond zoals u hier op kunt zien. Een groot verschil met de roterende spitmachine is dat het een mes is. Een mes gaat roterend de grond in en onder in de grond, het onderste punt, staat het mes onder een hoek. De brok wordt dus losgetrokken. Het volgende mes in dezelfde lijn gaat weer in de grond en moet die brok van 25 centimeter weer uitbreken. Het mes is 25 centimeter breed. De spitdiepte is plus minus 25 centimeter en de haplengte is 25 centimeter. Dus ook bij de roterende spitmachine krijg je grove brokken met eronder geen versmering. Het resultaat is dus redelijk vergelijkbaar van de krukasspitmachine en van de roterende spitmachine. Een roterende spitmachine heeft een iets meer mengende werking ten opzichte van een krukas. Hier ziet u een brok van de gespitte grond van een roterende spitmachine. Hier kunt u goed zien de vorm van het mes. Twee strakke kanten waar het mes dus zo doorheen gelopen heeft. De andere zijdes zijn allemaal rondom losgebroken. En dat geeft dus ook aan dat er zeker geen versmering is onder in de grond. Je houdt een open structuur, waardoor dus water ook goed weg kan trekken. Dit is de brok grond die de krukasspitmachine heeft gemaakt. Hier ziet u de vlakke kant waar de spade doorheen gegaan is en breekt zo de brok los. Alle andere zijden zijn losgebroken. Beide spitmachines zijn voorzien van sloffen aan de voorzijde. De sloffen zijn in hoogte verstelbaar door middel van een hevel of een spindel. Aan de achterzijde zijn beide spitmachines voorzien van een driepuntsheffenrichting. Beide in categorie 2. Het voordeel van deze driepuntsheffenrichting is dat er een standaard rotorkopeg, ongeacht welk merk, eraan gekoppeld kan worden. Ook zit er tussen de rotorkopeg en de spitmachine een verstelbaar spijlerrek. Een spijlerrek zorgt ervoor dat de grond geëgaliseerd wordt en grove brokken ook vastgelegd worden in de grond. Het is altijd belangrijk dat de grond vlak aangeleverd wordt voor de rotorkopeg, zodat je nauwkeurig de diepte kunt instellen voor de kopeg. De machines zijn voorzien van rubberen flappen of een rubber kleed om te zorgen dat er geen klei op de rotorkopeg gegooid wordt. Beide machines zijn ideaal geschikt om grof winterland te maken, maar is ook ideaal geschikt om te combineren met de rotorkopeg of zelfs rotorkopeg zaaicombinatie. Hier kan ik u laten zien hoe diep dat we hebben gespit. We steken de meter in de grond tot we weerstand voelen. Vanaf de vaste grond meten we 28 centimeter diepte. Bent u hierdoor geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met ons via de website of via info@imans.nl en wij komen graag bij u langs om zeker een keer de machines nog verder toe te lichten en eventueel zelfs een demo bij u op uw eigen land te kunnen doen.